saaie, lege muren in een stad, daar moet het kunstenaarscollectief Verfbaar niets van weten. Met hun street art proberen de creatievelingen verschillende locaties in Nijmegen wat kleur te geven. Wij als Verfbaar zijn begonnen in 2013 bij de Derde Wal. De Derde Wal is een soort van galerie, maar ook met ateliers erboven. En dat was eigenlijk meer een faciliteit waar je gewoon werk kon exposeren of feestjes kon organiseren. Dus wij hebben daar een aantal expo's gedaan, waar we dan een combinatie van street art en graffiti deden. Met Verfbaar probeerden we het eigenlijk onze krachten met meerdere artiesten te combineren. Wij proberen eigenlijk heel veel zelf te regelen. Dus het is nog niet eens zozeer dat wij vaak benaderd worden voor opdrachten. Maar het is eerder dat wij zoiets zien een goede muur. Denken van, we kennen iemand daar. Nou ja, dan laten we gewoon vragen of we dat kunnen doen. Er zijn wel een aantal toffe muurschilderingen. Maar er zou eigenlijk wat meer bij mogen in mijn beleving. Je hebt bijvoorbeeld steden als Heerlen, waar nu op dit moment dat hebben ze heel goed aangepakt. Een hele grote street art festival geweest is. En ze hebben nu overal in de stad nu allemaal flatgebouwen geschilderd. Gewoon van alles. Ja, dat trekt gewoon mensen, toeristen naar de stad. Die willen dat zien. Het is voornamelijk De energie en de kracht die dat in een stad brengt. Omdat het zorgt voor een hele andere beleving van je leefomgeving. En plannen voor de toekomst? Die zijn er genoeg. Wij zouden heel graag een soort street art festival willen organiseren. Waar wij dan onderdeel van zijn met het organiseren. Maar dat we dan proberen wat lokaal talent een kans te geven. En probeerde wat buitenlandse artiesten hier naartoe te halen. Zodat wij een nog breder netwerk krijgen dan we nu al hebben. Alle buurtbewoners die hier langs zijn komen lopen waren helemaal... Oh, tof dat jullie dat doen. Helemaal te gek. Nee, alleen maar positieve reacties op één na. Ik denk dat Nijmegen er inmiddels wel klaar voor is. En anders maken we ze er klaar voor. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.